allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Meester Karin en Roderick, Roderick en Karin. Ja, dat zijn wij. Mijn auto staat daar met vogelscheid. Ja. Het is vandaag zaterdag 16 maart 2024. Ja. En we zijn even bezig. Alweer voor de zoveelste keer. Maar ja, en zometeen wordt mijn auto ook weer mooi gemaakt. Maar dat gaan jullie allemaal zometeen lekker zien. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Dat is de motorkap van, nou ja, de motorkap, maar de motor van het dingetje. Heel goed man. Ja. Toch blijft het een mooi dingetje dit ook, hè? Is zijn auto echt. Toch wel weer een mooi dingetje dit. Maak je niet bij dat een luchtfilter zien? Ja. Nee joh. Het is een luchtfilter die trilt. Luchtfilter staat er ook aan te vinden op de plan. Dat vind je ook nog wel leuk, ook nog eigenlijk achteraf. Ja, eigenlijk wel. Ik maak hem eerst druk, jongen. Ik denk, kut, weet je wel. Ja. En ik ga het luchtfilter houden, hou het opzij. Dat is gelijk nog. Ja. Mooi, dan heb ik gelijk een reden waarom ik paarse tires mag gebruiken van de week. Ja, dat is hem. Ja. Ja. Kijk maar. Vindt hij nog leuk ook hoor. Ja. Ik vind het echt heel lachend. Leuk komisch. Nou, makkelijk oplossing wel. Je moet echt oppassen dat hij... Dit is een plus, dit is een min hier hè. Als ze tegen elkaar komt, dan heb je een blaasje de hele tijd. En maar kun je hem dan hier niet aan vast, via deze dan hier naartoe? Ja, met een tijrippie. Dat zou ideaal zijn. Vind je nog leuk ook, hè, dit? Ja. Waarom nou weer stom? Lekker warm. Daarom dat ik al zei een tijrippie, maar... Ik heb ook nog wel tijd in mijn koffiebak. Ik hoop het maar. Ergens. Ja? Ja. Beun à la beun. Echt waar. Nou, René, denk je wel. Maar. Ik krijg een kratje bier van me. Hou het er goed. Dat vind je nog leuk ook, hè? Ja. Jongens, en zo zie je het. Automonteur zijn kan nog best wel grappig zijn, leuk af en toe. Zo maak je dat dus wel mee. Moet je zo meteen opletten hoe vies mijn auto is, echt waar. Ik schaam me diep. Echt, ik schaam me echt diep. Ja, en netjes parkeren, dat doe ik ook nog even niet. Scheid aan. Maar echt, dit is toch niet normaal. Kom op zeg. Doe normaal. Dit is toch niet gezond meer, jongens. Come on. Bah. Maar dat wordt zometeen even allemaal lekker schoongemaakt. Dus komt goed. Ja hoor. De planning is een beetje echt wijzigd. Want mijn autopaleister gaat gewoon even niet door. Nee. Dat, ik heb even dingen gehoord. Daar heb ik zoiets van, dat gaan we lekker niet doen. Dus ja, dus we hadden zoiets van, nou dan gaan we wel even andere dingen doen. Angelos is dus nu even wat aan het halen. Oeh, hij is al heel dik. Oeh, ik zie wat. Er staan hele mooie stoelen. En die komen daarin? Nice. Ik zie hele mooie dingen. Nu. Oeh. Die is wel mooi.
Echt wel. Die zijn mooi. Echt leuk. En ik heb ook zin in morgen. Ja, een HVA. Ja. Hard voor auto's. HVA. Ja. Precies dat. In Assen, jongens. Ja. En wie gaan we daar ook zien? De bekendste YouTuber. Eén van de zoveel. Ja. Dan moet ik nog een cadeautje voor inpakken. Ja. Zo, en dan waarschijnlijk deze stoelen naar zijn huis brengen, denk ik. Zo ongeveer. Want ik moest even net even, nou ja, moest niet, maar ik had, ook mijn eigen navigatie. Maar ik had iets, nou, ik rij achter Angelo aan. Maar hij heeft zo'n hele andere, ja, hij ging een beetje verkeerd rijden, maar dat maakt niet uit. Dat is leuk. Ja, het is dat. Nu even wachten wat hij gaat doen, zometeen. Waarschijnlijk in zijn eigen auto zetten. Nou, wat ga je doen? Kijk niet dat ze erop gerot zijn. Dat is zo makkelijk dit. Klopt. Het kan makkelijk zijn, zou ik het zo zeggen. Ja, ik ben alleen nog heel erg van het kijken hoe deze precies zit. Zo, die zit aardig vast. Zo. Oh. Ja, je hebt hem. Dat is één. Klootzakken. Ach ja, beter dat. Zo. Nou, dan weet je ook wel hoe verheen ze waren. Ja, deze zijn aardig verheen, ja. Dat dus. Ja. Huh, dat wordt leuk. Wat? Zo ver kapot dat zelfs de elfjes van de kerstman er niet meer konden maken. Nee. Nou, dan zal je moeder zo ook wel, denk ik. Zo klaar was deze. Dan zal je, denk ik, je moeder ook wel aardig blij zijn en dat ze zo, zo. Ja, dat weet ik. I know. Dit werkte niet meer. Nee, joh. Ja, en nou, de nieuwe erop, hè? Dat was Ashuki. Het beste wat er is. De wat? Ashuki. Ja, maar je laat het ook zo snel zien, hè? Dat de kijkers het niet eens meer kunnen zien. Wel. Dat dus. Even kijken. Nou zo. Hè? Ja, maar niet dat ik deze sloop. Huh? Waarom is die er nog bij? Oké. Okay. Zo. Zo. Waarom is alles bij een Hyundai zo moeilijk? Omdat dingen moeilijk zijn. Kijk. Die zit. Een stuk beter. Dus die ga ik binnenkort even eraf halen en spuiten. Ja, zijn top. Zijn netjes. Deze dus ook. Gaat die er ook afhalen en ook spuiten. En dan mag je deze doen. Gewoon een hele zootje. Gewoon vervangen die allemaal. Ja, en ik doe dat nou even niet, want ik heb nou niet... Zover klaar was die. Ja, I know, dat zag ik al, ja. Deze is al een keer vervangen voor een nieuwe.
heb geen tangetje ook of niks. Dus ik... Nee, maar dat hoeft ook eigenlijk niet eens nooit met dit. Het behoort niet te hoeven. Nee. Ja, zo. En die gaat een stuk makkelijker. Ja, maar die is ook wel aardig... Ver heen. Ja, mooi. Dat is... Maar deze gaat makkelijker dan, en dan die andere. Ja, maar dit is zo'nzelfde soort. Dit is ook een Ashuki. Alleen deze zit er al ruim 6 jaar op. Ja, dat dus. 6 jaar, zegt dat goed? Ja, volgens mij wel. Kijk. En dat zit nou daar en daar dus niet op, hè? En dat, Nee, dat is weer een ander soort. Oké. Nou, die zal ook wel weer blij zijn, denk ik. Ja, maar... Je moeder. Nieuwe ratwissetjes. Ja. Een stuk beter, denk ik zo. Ja, hè? Dat denk ik ook wel. Het ziet er ook gelijk niet. Dan gaat het gelijk even testen. Kijk. Betert. Ja. Heel veel beter. Jawel, hè? Ja. Dacht ik al. Dus dat. Hoi, hey man. Hey. Hij klinkt goed, man. Ja, dat is wel, man. Ah, hij klinkt wel leuk. Wat zeg je? Wil je foto's maken? Nee, man. We doen vloggen. Oh, je bent vloggen? Leuk. Ja, ik niet. Zij heeft een YouTube-kanaal, maar af en toe film ik een stukje. Ja, leuk. Waarom niet? Ja, ik heb zelf ook een BMW gehad, man. Ik heb er een zwak voor. Ja, man. Ja, ik had een 46. Ik heb van alles gehad. Maar ik ben altijd weer teruggekomen naar BMW. Ja. Altijd. Hij is heel dik. Ja, maar die kleur ook, jongen. Ja. Dat is een individual kleur. Ja. Ja. Om die lak te beschermen, is een PPF over, zeg maar. Ja. Ja. Hij heeft nu een beetje vies. Zo, maar dat interieur. Ja, daar houden we mijn ook bij. En wij gaan morgen naar Assen, dus... Oh, jullie gaan daar naartoe. Leuk. Ja? Okay. Jij niet dan? Auto's. Ja. Nou, jij niet? Ik niet. Ik heb morgen iets anders, maar... Ah, oké. Ja. Volgend jaar waarschijnlijk. Ja, Breda, en ik heb nog altijd naartoe, hè? Ja. Daar moet even kijken. Ik moet niet even druk even die auto helemaal af hebben, maar... Nee, ik kom er gewoon niet aan toe. Ja. Ik ken het probleem. Nee. Ja. Ja. Het is echt een heel mooi kleur ook. Ja, maar is het paars of is het donkerbruin? Het is paars. Hij is paars. Ga maar kijken. Van, ja, die van mij, ik heb een Mitsubishi en die van mij heeft een BMW kleur. Okay, ik heb hem gespoten. Heb je zelf gespoten? Ja. Ja. Oké, okay, leuk. Ja. Ik doe alles aan die auto zelf. Nee, maar mijn auto, dat is gewoon een aubergine-kleur, zeg maar. Ja. Vanochtend ook dan al hier wel geweest, maar toen heb ik er iets van 30 euro in geknald. Ik heb er nu nog 3 streepjes over, dus ik ga nu weer helemaal vol en nu helemaal vol knallen. Morgen gaan we dus naar Assen toe. Dus, nee, vol knallen vanzelf, hè. Ja, als je naar Assen toe wil, dan zou je wel moeten. Mijn auto ziet er niet uit. Nee. Oh. Echt eens een keertje goed gedaan worden. Het ziet er echt niet uit. Maar ja, maakt niet uit. Het is wel lekker weer. Dat en dat dan weer wel. Nou, ik heb Roos dus ook al gesproken. Ik ga zo naar huis en dan gaan we met Roos' auto weg. Ik moet ook nog weer wat dingen halen voor de auto. 100 euro voor mijn tank. Ik heb nu alweer bijna 50 euro erin. Ja, gaat lekker. Lekker man. Hoi. Ik zag het niet voor muts of zo. Hè? Kikken die duurt nog muts of zo. Ja, leuk hè? Ja, ik zag het niet vanaf de zijkant, maar dan kom ik aanlopen. Ja, kikken man. Dank je. Ja, wil je maar ook gaan. Dank je. Ja, kijk, dat zijn nou complimenten waar ik weer vrolijk van word.
Ik heb wat geleerd. Nou zit ik pas vol, ja. Nou, zie je het ook zitten. Nee, een beetje vol gedaan. Ja, dat is ook wel een keertje goed. Ik weet niet hoe je dit voor elkaar krijgt, maar dit is niet helemaal goed. Nee. Paaltjegeraakt.nl. Wat ga jij doen, kind? Tegenaan staan. Ja, en eronderdoor. Ook leuk. Hartstikke mooi. Dat is niet goed, niet? Nee, zeker niet. Dat is inderdaad niet goed, nee. Zeker hoor, dat is helemaal niet goed. We zijn weer in de Mall of the Netherlands bij de Jumbo. Helemaal goed, wat zei jij nou? Moet je vragen? Mogen we wat vragen? Mijn man die heeft een vraag. Ja, vraag het dan even. Zo, ik zet op de Flemming snack ook. Okay. Ja, nou, dus en? Maar je kan het beter vragen in plaats niet, hè? Ja, oh, zucht. Oh, je wordt er ook zo moe van, hè? Ja, vermoeiend, ja. En dat ben jij ook wel eens. Ja, dag. Doe het zelf. Ja, neem het lekker mee en vreet het op. Helemaal goud. Ik begin ermee aan. Eens even kijken, wat hebben we hier? Wat hebben we hier, wat hebben we hier? Fucking lekker. Schat, nee, heb ik nou geen zin in. Ja, is heel fijn. Fucking lekker. Ja, helemaal goed, Ro. Helemaal nou geen zin in. Nee, precies. Jammer, hè? Het allemaal lekker niet, ja. En hier zit helemaal niet eens een ding op. Ik zit even te kijken, en naar de datum. 21-3, dus die geldt al niet eens. Ja, jammer, joh. Ja, nou, hier is helemaal niks voor mij tussen, nee. Oeh, dat zeg je wat. Oeh, dat zeg je wat. Maar je zegt niks, maar je zegt wel weer wat. En met een product. Dus dan zeg je wat. Voor mij vanmorgen. Blijf staan. Blijf. Waarom ga jij nou weer opnieuw halen dan? Hebben ze wat voor mij? Ja, deze wil ik hebben. Ik wil deze kijken. Het is wel €2,44, maar ik wil hem wel hebben. Wat gaat hij nou weer opnieuw halen dan? Oh, dat. Die vent van mij spoort echt af en toe gewoon niet, hè? Nee. Die vent van mij is af en toe gewoon koekoek, gestoord. Hij gaat opnieuw halen, ja. Ja, goed. Ja, ik ken nog een andere kromme worst. Nee, en die andere kromme worst in je broek of zo, ja? Niet, jammer. Hè? Alles eerlijk. Ja, bijna. Nee, jammer. Nee. En tussen je benen. En daar heb je van die ballen. Kijk, schat, 55 cent. Oh, wauw, ik zie hier wat. Ik neem deze wel mee voor even morgen, hè? Even voor mij zo. Ja, dat weet ik, dus en. Dat maakt niet uit. Ja, oeh, fijn, lekker. Ja, helemaal goed. Wat zijn we ook eigenlijk erg bezig ook, hè? Echt erg, gewoon erg. Die kopen hier echt op. Ja, dat is één ding wat zeker is, ja. Dat klopt helemaal correct, de moendood, ja. Best. Nou, ik ga even kijken, hier. Ja. En Rodi gaat dat even allemaal inleveren in die blauwe tas, zit allemaal blikjes en dingen. Ik ga hier even kijken, vind ik leuk. Ja, Rodi moest even nog naar de wc. Dus
Dus dan loop ik even zelf naar zijn auto met zijn autosleutels. Ja. Overhandig, altijd leuk. Ik wacht even op die mooie, dikke, vette BMW. Alleen dit is een... Nee, niet eens een elektrische. X-Ray 901 Hotel... ja, de J van... Zo, ik ben te kwijt. Ja. Ja. Maar oké, we hebben hier boodschappen. Ja, en dat ga ik even inladen in de auto. Ook erg leuk. Helemaal geweldig. Top. Hartstikke fijn. En dan ga ik het even inladen in zijn auto. Ik wel. Omdat ik het leuk vind, maar zijn auto is vies. Eeuw. Echt, zijn auto is echt vies. Kijk. Je ziet hier gewoon al de roestvorming volgens mij opkomen. Dus echt, daar is ook al zijn auto is vies, jongens. Echt, hier. Je ziet zelfs hier. Gewoon de groene dingetjes hier. Gewoon van de rubber. Het is gewoon zo vies. Ik durf het eigenlijk amper aan te raken, zo vies, zeg maar. Ah. Ja, en zelfs een ruit hier. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, en eigenlijk heb ik zoiets van politie. Als je dit ziet met deze kenteken, hou hem alsjeblieft eens een keer aan, echt waar. Hou hem gewoon eens een keertje aan. En geef hem gewoon een keer een bekeuring over zijn slechte voorruit. Want je ziet er bijna echt helemaal niks doorheen. Echt niet. Moet je kijken hier, hoe vies. En dan zegt hij dat hij er nog wat doorheen ziet. Nee, ik niet. Hier, gewoon groene aanslag. Ja. Ik ga er zo wat van even overgeven, zo erg. Dus ja, dan ziet mijn auto er toch wel een stukje beter en netter uit, ja. Maar ik ga dit eventjes even inladen en dan vind ik het helemaal prima. We staan weer bij onze favoriete. En dat dus inderdaad hier bij onze favoriete restaurant. Ja. Ja, inderdaad. Gezellig is schat. Het gele rode restaurant. Ja, precies dat. Rood-geel. Ja, geen idee. Iedere keer dat en dat en dat. Vraagstellingen van jou, daar word ik ook echt een beetje moe van, hoor, schat. Schat, ik zeg gewoon, ik word daar een beetje moe van. Dus of je daar even rekening mee wil houden om dat even iets minder te gaan doen. Dat zou fijn zijn, dankjewel. Ja. Fijn, dank je. Top. Dankjewel, fijn. Alsjeblieft, hè. Dank je, hè. Ja. Ja, fijn, hè. Dat is goed, hè. Kijk, dan doen we lekker doorrijden. Wie? En deze Citygo of zo. Ja, dat mag van mij. Doorrijden.nl. Niet op dat VOP blijven staan, maar doorrijden. Nee, dat is te moeilijk, ik snap dat. Precies, op de VOP gaan staan. En niet aansluiten of niet even wachten. Nee, dat is te moeilijk. Oh, precies, te bovenop. Maar ik ben toch wel even benieuwd hoe lang die auto er bestaat. Die ik iedere keer nou en door de wijk heen zie rijden. Mm-hmm. Met deze mooie kenteken. Ja, nationale Nederlander hebben. Ja. B-klasse. Het rijdt door. Dan mag ik ook. Ja. Deze Mercedes-Benz B-klasse komt uit 2023. Werd geleverd van 1-1-2019 tot en met 31-12-2021. En kostte toen 55.110. Dat is nog veel meer dan onze beide auto's bij elkaar. Ja, maar dan heb je wel even deze luxe... Ja, oké, okay, met kleurtjes. Ja, maar alsnog, ik vind het niet mooi, sorry. Nee, dat weet ik niet. Deze personenauto heeft een topsnelheid van 219 km per uur. Een bereik vanuit stilstand de 100 km per uur in 8,3 seconden. Oké. Dan ben jij sneller. Ik wou net zeggen, dan ben ik sneller. Alleen hun kunnen sneller rijden met de topsnelheid. Even kijken, is dat zo eigenlijk? 219 of 290?
219 km per uur, of een topsnelheid. Ja, van dat twee... is te weinig. Is dat zo? Ja, je kan de 240 halen, makkelijk. Ja, makkelijk. Met wat moeite kun je de 240 al aantikken. Zullen we even kijken? De teller gaat tot 260, zeg maar. De topsnelheid van mij en van jou is 215 km per uur. 215? Ja, oké. Okay. En die is nou geüpgrade, dus kunnen wij even iets sneller. Je staat 260 op de teller. Ja. Okay. En de stilstand van een bereik vanuit stilstand de 100 km in 8 seconden. Dus dan zijn wij nog sneller dan en dan de popo. Uh-huh. Hoe dan? En dit is nog een nieuwere auto ook nog van hun. Ja, en nog nieuwer als die van ons. Als het maar een Seat. Ja, echt hè? Dat dus. Precies dat. Dat dus. Maar ja, dat is ook soms te moeilijk hè voor ze. Ja. Dan ga ik zo nog dingen aan jou vragen. Vind ik leuk. Straks. Okay. Omdat ik dat leuk vind. Want anders kom ik daar echt niet aan toe. By the way. Nou, dan mag je even code scannen. Hè? Komt ie maar. Ja, meid, kom. Wat denk je zelf? Hoi. Hoi, hoi. Ja, en €7,70. Je krijgt tientje van mij. €2,30 weer terug. Wat ben jij toch weer heerlijk snel om hem lekker terug en terug te rekenen. Huh? Heerlijk. Ja. Dankjewel, werkt ze nog. Ja, dat klopt allemaal. Correcte moendood. Ja, helemaal top. Leuk man. Dankjewel. Graag gedaan. JW, you welcome. Ja. Een Citygo, nou. Joehoe. Mywheels.nl. Nou, het zijn niet Mywheels, hoor. Het zijn Your Wheels. Ja. Die auto ga ik zeker niet. Niet? Vier. Niet eens? Nee. Oh ja, ik kreeg ook nog vanochtend een appie, by the way. Ja, even kijken, waar staat die? Even kijken. Kijk, hier. Vanochtend. Oké, nou dan. Beter toch? Dat is duidelijk. Ja, daarom. Oké, nou beterschap aan degenen die ziek zijn. Ja, inderdaad. Ja, voor iedereen die ziek zijn. Ja. Ik ben nu niet ziek, maar straks wel, dan ook alvast beterschap. Ja, echt hè? Ja. Ik ben meer ziek geweest, een vriend nog een keer ziek te worden. Ja, of juist misschien wel, je weet het nooit. Wetenschap en spoedig herstel, zeggen ze meestal. Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Als je nou ziek bent geweest, ben ik blij dat je niet ziek meer bent nu. Oh, wauw. Ja, waar is die dove jongen? Die is wel heel chill altijd. Ja. Die kan tenminste wel verstaan. Met gebarentaal, zeg maar. Ja. Duidelijk. Ja. Heel raar. Gewoon van alles goed. Ja, ja. Oké, alles is goed. Wat zeg je? Nee. Duidelijk, toch? Duimpjes? Ja. Niks mis mee. Everything, dus alles oké. Okay. Ja, oké, okay, oké. Okay. Alles is oké. Okay. Easy, wachten. Ja, hij is er niet. Ja. Jammer. Hij is er niet. Met je oortelefoontjes. Oortelefoontjes. Oh, wat ben jij lekker op dreef, jongen. Wat ben jij op dreef? Hoop ik en dat ik nog wat leuks morgen zie op een op HVA. Of even daar. Harder duwen.
meer hamburgers eten. Sterk van. Oh, wauw. Ja. Wil je onze burgertjes, komt u maar vandaag nog. Ja. Ha. Vandaag nog of zo. Vandaag, kom, hop, hop. Vast, hop, kom. Hop, hop. Nu. 1, 2, 6, 18. Kom. Ja, kom maar. Nee, jammer. Het zijn we ook erg ook af en toe. Hallo. Soms wel. Soms? En waarom soms? Omdat het niet altijd is. Niet? Nee. Ja, en dan gaat eigenlijk zeggen, en wat wel en niet mag. Hé, luister, je hebt hem toch nog niet aan? Nee, nee. Dus, en? Staat het aan dan? Nee. Maar moet jij dat dan ook doen met via de... Oh, daar. Via de wat? Leuk man. Hé, hey, want je staat toch stil, dus, en dus dan mag het. Nee, niet. Oh, er zit een... Oké, okay, Edson. Leuk man. Mm-hmm. Leuk speelgoed. Leuk speelgoed. Leuke spelen dingetjes. En eigenlijk moet je er gewoon eentje voor en eentje achter hebben. Ja, eigenlijk wel, maar deze zit er net voor de voor. Achter heb ik nog niet gevonden. Ja, echt ja. Dankjewel. Zo. Was klein. Mini mini. Doe maar. Klopt. Dat moet ik zo eens even gaan bekijken, schat. Of het klopt, ja of nee. Ik kan nog maar niet weten. Nee. Een Ibiza, really? Hier, pak je een blik. Aha. Ja, nou en, Ro, alsjeblieft. Het draait niet alleen maar om staatsgeld en blikjes hoor. Kijk eens hier, alsjeblieft. Eet gij smakelijk. Ja, dank je. Dus dat. Groentjes erbij. Kom maar. Is dat niet wat ik wil? Deze goed mals, niet zo druiperig. Jammer weer. Ja, dat is niet. Ik kan dit doen. Ja. Oh, man. Een keertje. Hm? Ook voor de verandering. Oh. Auw. Nou, mensen, en wij gaan lekker eten. Ja. Oorpijn. Dat was even oorpijn. Ja, dat was even oorpijn. Maar wel lekker oorpijn, zeg maar. Ja. Lekker man. Ik ga er door. Teletubby en gaat er vandoor, hè? Ja. Ja. Het is warm, dus ik kan hem wegbeuren. Deze moet ik hebben. Hey, doe ja. Meneer Teletubby hoor. Meneer wil even popie-opie doen. Jammer joh, wil niet, werkt niet. Jammer. Ja,
maar dat weet hij al wel. Voor een 1.4'tje, ja. Ja. Ja, en nou kom je er toch op. Sorry. Maakt niet uit. We gaan. Ja. Insta. Heb je een bericht gestuurd met Insta erop? Maar deze kleur is ook nice hoor, met dat licht erop. Het lijkt groen, en maar het is geel. Even lachen. Nou. Doe eens lief. Ja, en ze lacht. Goed zo. Ja, kom al. Met dat gele spul, zeg maar. Ja. Hoop ik en dat het werkt. Gele spul. Ja, oh. Ja, dat is hem. Ideaal. Toppie. Dus Karin, het was gezellig, hè? Ja, inderdaad. Zeer zeker. Het was heel gezellig. Leuk, man. Deze mensen hier zo... Wel leuk. Wel lachen. Een paar mensen, een paar bekenden gezien. Zeer zeker. Een paar goede vrienden. Zeer zeker. En we hebben Nix een verjaardagscadeautje even gegeven. Ja, jij. Ja, ik. Wij, ik. Ja. Ons. Ik heb het gegeven, ik heb het gekocht. Link is mijn maatje. En Karin kent hem ook. Dus. Nou, dat weet hij natuurlijk al, want hij is ook al een keer in de vlog geweest natuurlijk. Dus. Het was heel erg donker zo. Ja. Maar in ieder geval, dat hebben we dus even gedaan. En maatje van ons, ja, van mij moet ik zeggen. Akash. Nou, de zaak is eigenaar. Ik weet niet of dat hij echt de eigenaar is, maar ik ken hem als de eigenaar van Limitless Car Crew. Dus dat is wel leuk. Laila, goede vriendin van mij, hebben we gezien. En dan nog weer een maatje van haar die ik een tijdje terug heb ontmoet in een ongrondse garage in Zoetermeer, waar je ook mag sleutelen. Dus daar waren we bezig met een Honda Del Sol. Op het moment kwam hij ook even kijken met zijn BMW. Was wel leuk. Wie hebben we nog meer gezien eigenlijk? Ja, nou, onszelf. Een paar nieuwe mensen ontmoet en inderdaad, elkaar zegt onszelf. En nu zijn we weer onderweg naar huis. Ja, slapen. Slapen. Dus. En dan gaan we morgen gaan we naar... Dat weten ze nog niet. Naar een heel leuk evenement. Waar jullie, wat jullie vanzelf gaan zien. Dus dat is wel lachen. Ik zeg alleen maar HVA. HVA. Ja, en meer heb ik nog niet gezegd. HVA. Nou, ik denk dat de kijkers zelf ook wel een beetje kunnen uitvogelen wat het is. Als ze een beetje gaan googlen. Als ze geen verstand hebben van auto's. En als ze wel verstand hebben van auto's. Dan zullen ze het wel weten, denk ik. Van het evenement. Ja. Dus dat. Nou, precies dat. Dus tot straks thuis. Tot straks. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een
leuke vlog. Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot